De 46e editie van de Dorpenomloop door Drenthe wordt hier weggeschoten op de Dr. Anton Philipsweg in Assen. Een open klassieker over 168 kilometer. En Bram Verwij van de Kannibaal is de eerste dappere vluchter. Hij komt uit Haren. En hij krijgt dan gezelschap van Jelle Wolsink uit Hengelo. Hij rijdt in de kleuren van Volker Wessels Merks, de ploeg van Allard Engels uit Gieten. En zo kennen we een levendig begin van deze koers. Nog geen 20 kilometer gefietst. En dan zien we deze twee man die het gaan proberen. Gerben Oldenkamp is dit. En hij is samen met Per Wiggers er vandoor gegaan. Maximale voorsprong van dit duo blijft beperkt tot 40 seconden. Maar de mannen hebben de benen mooi op spanning. Ze worden bedankt voor hun inzet. En bij Anlo krijgen we dan een nieuwe kopgroep van 7 man. 55 kilometer gefietst. We zien Stef Krul. Daarbij ook René Hooghiemster, Bas Ottevanger. Rick van Breda is erbij. Jelle Wolsink. Maarten de Jonge, de tweede man van Monkey Town. En ook Robin Leuwik rijdt als laatste het beeld binnen. En deze groep draait lekker met de gele helm. Stef Krul, die vorige week nog de PWZ Zuiderveld Tour wist te winnen. Bas Ottevanger van Vlasman, Robin Leuwik van IJsselstreek. En Monkey Town met twee mannen van voren. De Jonge en Van Breda. En dit is ook René Hooghiemster, de erkende hardrijder uit Sneek. De voorsprong loopt op tot boven de 3 minuten. En dan kijken we even wat erachter gebeurt. Het peloton, 165 renners vandaag aan de start in Assen. 4 continentale ploegen en de rest allemaal clubteams. En daardoor is het niveauverschil groot en zien we veel continentale renners ook van voren in die kopgroep. En namens de Noordelijke Wielervereniging Groningen herkennen we tweevoudig Olympisch kampioen Kjeld Nuis uit Emmen. Hier nog fris, maar in de finale vreselijk last van kramp. Vrijdag verlengde hij nog zijn contract bij Lotto Jumbo voor de komende 2 seizoenen. Dan terug naar de kopgroep, waar we Wolsink inmiddels kwijt zijn en nog 6 man over hebben. 3 minuten 50 is de maximale voorsprong, maar die loopt terug. Deze mannen zitten daarachter. En het wemelt hier van de gele shirts van Vlasman en het blauw-zwart van Monkey Town. Beide ploegen ook in de kopgroep vertegenwoordigd. En ze komen steeds dichterbij hoor. De kopgroep is dan al 100 kilometer in de aanval, maar wordt dat beloond? In die kopgroep is Stef Krul vandoor gegaan samen met Maarten de Jong. Zij rijden weg van hun 4 medevluchters, maar tevergeefs. Want de kopgroep wordt teruggepakt en 15 man bepalen de finale. En Dion Beukenboom uit Amsterdam is dan veruit de snelste. In augustus valt hij het werelddurecord aan en dit geeft de burger moed. Zijn ploeggenoot Juri Havik wordt 2e en Joey van Rey wordt 3e. Maar de bloemen gaan naar Amsterdam. Ik had er zoveel vertrouwen in dat wij gewoon de sterkste man hier waren. Dus dit is echt een overwinning van het team. En het is leuk dat ik dan opeens sta, maar dat had net zo goed iemand anders voor mij mag zijn.